Artrose is een reumatische ziekte die ervoor zorgt dat je kraakbeen steeds een beetje zachter en een beetje dunner wordt. En dat gaat geleidelijk aan steeds meer pijn doen. Nou kan ik me zomaar voorstellen dat je niet meteen aan de medicijnen wilt. Dus ik ga eens even kijken of er een natuurlijke oplossing is. Jan-Ide, is er nou eigenlijk een natuurlijke oplossing voor artrose? Een volledig natuurlijke oplossing zal er waarschijnlijk wel nooit gevonden worden. Maar er zijn wel degelijk middelen in onderzoek die erop wijzen dat we het proces kunnen vertragen. Dan wel de klachten ervan aanzienlijk verminderen. Dat is heel belangrijk. De meest bekende is chondroitine, glucosamine. Waar tot op heden eigenlijk na 35 jaar onderzoek nooit is aangetoond dat het werkt. En de laatste jaren wordt er gefocust op een natuurlijk product wat heet groenlimmossel. Wat in combinatie met curcumine en zwarte bes in vloeibare vorm wellicht een goede werking heeft. Waarom ondersteun je dat nou eigenlijk? Omdat artrose bij meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voorkomt. En er vele oorzaken zijn waarom mensen last hebben van artrose. En dat je er een hoop aan kan doen. En bewegen is daar één van. En laten we ons maar eens bewegen naar een spreekkamer. Dan kunnen we er even dieper op ingaan. Oké, goed idee. Jan-Ide, nog heel even over die natuurlijke oplossingen voor artrose. Wat doen die natuurlijke ingrediënten nou voor je? Het belangrijkste is dat ze de ontstekingsverschijnselen van het gewricht onderdrukken. Oké, dan is er dus artrose geconstateerd, hè? Maar hoe ziet dan zo'n behandelplan eruit? Nou, belangrijk is natuurlijk waar de artrose zit. Zit het in je nek of zit het in je grote teen? Dan komen we al heel gauw bij behandeling met medicijnen, dus met de ontstekingsremmers. En dan helemaal aan het eind van het spectrum staat natuurlijk een operatieve behandeling. Jan-Ide, dankjewel voor de informatie. Het is fijn om te weten dat er natuurlijke alternatieven zijn voor de behandeling bij artrose.